De ORTS maakt programma's voor, over en door Oosterhout. Dat doen we op een positieve en luchtige manier. Maar we willen ons ook blijven ontwikkelen. Daarom bezochten we een dag voor onderzoeksjournalistiek in Utrecht. De jonge hoofdredacteur van BN De Stem, Hille van der K, verrichtte de aftrap. Leuk weetje over Hille? De moeder is Oosterhoutse. Nog een leuk weetje? Ze is zwanger. Hele slimme dingen doen. Ik werk samen met wetenschappers, ik werk samen met studenten, ik werk samen met experts. Werk samen, want het wordt er alleen maar beter van. We hadden het over de rol van onderzoeksjournalistiek in de regio. Ja, dat is van ongekend belang voor partijen zoals BN De Stem. Voor ORTS zou het ook heel belangrijk kunnen zijn, maar het is ja, aan de ene kant onze taak, aan de andere kant is het voor ons ook een lastig onderwerp, hè? Misschien wel lastiger nog dan landelijke media, omdat wij onderzoek doen in onze eigen achtertuin. En dat is ook het onderwerp van vandaag, spit in je achtertuin. En dat betekent dat je onderzoek doet in een gebied waar je moet blijven komen. Dus je hebt met allerlei belangen te maken. En een van de bedreigingen die ik op dit moment zie is dat de deuren steeds vaker dicht blijven. En dat is nog niet eens zo'n groot probleem als je af en toe ergens onderzoek doet. Daar even verschijnt en weer weggaat en daarna naar een volgend onderwerp of een volgend gebied gaat. Ja, als wij onderzoek doen in Oosterhout, dan willen wij dat over een half jaar daar nog doen. En over een jaar ook. Dus aan de ene kant moet je onderzoek doen en moet je mensen... misschien soms tegen de kop stoten, maar aan de andere kant moet je ook zorgen dat je vrienden blijft. Want je wil ook op de lange termijn nog met je werk kunnen blijven doen. Uiteindelijk hebben wij gewonnen. We hebben het met z'n drieën gedaan. En dat gaat ook... Gerben, verslaggever van Tubantia. Jij hebt met je collega's de malversaties, financiële malversaties bij FC Twente aan het licht gebracht. En dat heeft nogal wat consequenties voor de club gehad. En tegelijkertijd ben jij ook een FC Twente fan. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, ik denk zo professioneel mogelijk. Ik kom inderdaad sinds mijn 9e jaar bij de club bij alle thuiswedstrijden. Dus ik ben supporter. Maar als, ik denk dat je dat opzij moet zetten als je erachter komt dat er malversaties zijn bij die club. En als je ook journalist bent, dan gaat de journalistiek voor het supporter zijn. En als je dat niet kunt... Als je dat niet kunt uitschakelen, dan moet je daar helemaal niet aan beginnen, want dan loopt het op niets uit. En samengevat is eigenlijk, het gaat om de boodschap en niet om de boodschapper? Als het goed is niet, nee. Kijk, ons is als boodschapper ook wel heel veel kwalijk genomen door fans van FC Twente. Want die zeiden van, ja, de krant die brengt de club in de problemen. Maar uiteindelijk heeft de club en de bestuurders van de club hebben zichzelf in de problemen gebracht. En wij hebben daar niets anders dan melding van gemaakt. Personen, die moet ik eens even een berichtje sturen. En van die 8 personen was er 1 iemand die tegen mij zei... Ja, ik ken iemand die daar werkt. En die heeft daar helemaal geen leuke tijd. Dus die wil je vast wel iets vertellen. Ik vraag diegene wel even of ze je een berichtje wil sturen. Inhoud heeft. En als je op de juiste manier mensen weet te bereiken... dat ze je heel veel dingen willen vertellen. Ook dingen. Dus dat waren wel een aantal concrete dingen... die ook in het artikel stonden met... We eindigen de dag volgens mij zoals we begonnen zijn in Brabant. Deze meneer die komt oorspronkelijk uit Brabant. Ik noem hem nog heel netjes verdachte, maar eigenlijk is hij helemaal geen verdachte meer. Weet je wel, we moeten altijd zeggen dat iemand verdacht is als hij nog niet veroordeeld is. Hij is veroordeeld. Toon Braat voor ORTS in Utrecht bij de School voor Journalistiek. Under pressure.